jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik een video doen die ik eigenlijk al vorig jaar zou maken. Maar op een of andere manier heb ik hem toen niet opgenomen. En ik vroeg dat een keer in een andere video. Volgens mij was het de AliExpress unboxing video. Toen vroeg ik of jullie dat leuk zouden vinden als ik zo'n video zou opnemen. En heel veel van jullie zeiden dat jullie dat leuk zouden vinden. Dus ga ik het nu bijna een jaar geleden. En het is namelijk mijn telefoonhoesjes collectie. En ik heb heel wat hoesjes. Ik vind het gewoon leuk om heel veel hoesjes te hebben. Als ik ooit weer een nieuw mobiel heb, dan ga ik niet zoveel hoesjes kopen als dat ik nu heb. Omdat ik nu echt heel erg veel heb. En ja, een beetje op een duur dan je gebruikt ze niet allemaal. Dat is omdat het gewoon zoveel zijn. Maar ik ga het wel vandaag aan jullie laten zien. Dus ben je benieuwd, blijf dan zeker kijken. Oké, nou, ik heb hier in dit witte mandje heb al mijn hoesjes zitten. En het zijn er heel wat, zoals je kan zien. Ik heb hier ook nog 4 hoesjes. Maar dit zijn allemaal Ariana Grande hoesjes. En die heb ik zeg maar bij mijn Ariana Grande collectie liggen. Dus daarom liggen ze niet in het mandje, zeg maar. Maar oké, ik ga gewoon denk ik maar eerst beginnen met het mandje. Wat ik als allereerste zie is, ik heb hier dit hoesje. Dit is een hoesje met van die, ja het is een beetje een zomershoesje. En ik vind het echt een heel leuk hoesje. Dan heb ik, deze, dit is ook een Ariana Grande hoesje, maar die heb ik er niet bij liggen. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar dit is dit hoesje en dit heb ik ooit een keer in een video gemaakt. Dus als je daar benieuwd naar bent, klik dan eventjes hier of hier. Zodat je, ja, als je het leuk vindt, kan je die video bekijken. Ik vind hem best wel goed gelukt. Alleen, ja, hij is al best wel stuk gegaan zoals je hier kan zien. En ja, er is ook een keer ooit iets van water opgekomen. Ja, zie je dat, van die vlekken. Dus ja, ik gebruik deze eigenlijk nooit meer, maar ja. Het is wel leuk om te bewaren. Dan heb ik hier dit hoesje. En dit is een heel erg simpel hoesje. Het is gewoon een roze hoesje. En ik kocht deze eigenlijk omdat ik... ik vind die originele Apple hoesjes ook best wel cool of zo. Terwijl het heel erg simpel is. Het is gewoon zo'n hoesje. Maar dan met een Apple logo erop. En ik dacht, nou ja, dit is gewoon... Dit was echt heel goedkoop. Dus ik dacht, nou... Dus toen dacht ik, nou ja, dit is gewoon... Lijkt goedkoop en nee, ik heb er nog net geen Apple logo op getekend, maar ja, deze. Dan heb ik dit hoesje en dit hoesje is met allemaal, ja, kusjes. En om eerlijk te zijn, ik heb deze nog nooit op mijn mobiel gedaan. Maar ik heb heel, zeg maar, deze is trouwens ook van de Action en deze dus ook. Ze waren echt heel erg goedkoop, dus ik dacht ik neem ze gewoon mee. Oh, trouwens, ik laat gewoon... alle hoesjes zien die ik gewoon heb. Dus ook nog van mijn andere telefoon, zeg maar. En dan heb ik dit hoesje. En dit is een heel groot hoesje. Dit is een Starbucks hoesje. En dit is echt een heel erg... Ja, zoals je ziet, deze is heel groot. En ik vond het gewoon heel erg cool. En hij komt van AliExpress. En ja, ik vind hem best wel gaaf. Omdat het gewoon zo... lekker groot is, zeg maar. Oh, trouwens, dit hoesje heb ik nu op mijn telefoon. Maar ik ga zo eventjes een nieuw hoesje uitzoeken om mijn mobiel te doen. Ik kom van een kruidvat. En ik weet niet of je die nu nog kan krijgen eigenlijk. Oh, ik heb trouwens de iPhone 6S in rose gold. En ik vind hem nog steeds wel tof. Alleen, ik heb wel eens, zeg maar, als ik mijn mobiel uitdoe, dan gaat hij niet meer aan. Dus helaas merk ik wel dat die... al ouder wordt. Ja, ik weet niet. Je iPhones kunnen meestal 2,5 jaar mee of zo. En ja, mijne is nu 2 jaar en 2 maanden oud, zeg maar. Dus ja, ik vind het wel jammer. Maar ja. Oh ja, maar ik ga hem er eventjes omdoen en dan laat ik het even zien. Dan heb ik deze met meloenen erop. En deze had ik gekregen van iemand op Instagram met zo'n webshop. Volgens mij van super... Be must haves of zo. Deze had ik toen een keer gekregen. Echt super lief. En het zijn met meloenen. Dan heb ik dit hoesje. En dit is een heel erg simpel hoesje. En hier zit nog een popsocket omheen. Wisten jullie nog die tijd dat popsockets vorig jaar heel erg in waren? Ik deed ook mee met de trend.
En ik vond het toen heel fijn. Ik deed het ook heel veel voor Musical.ly en zo toen ik dat nog deed. Nu doe ik dat niet meer. En ja, ik gebruik eigenlijk nooit meer een popsocket. Dan heb ik een heel erg cool hoesje. Dit is een heel erg simpel hoesje. Een wit hoesje van The Action. En hier staan allemaal handtekeningen op van toen ik naar Feat was geweest. Ik heb hier bijvoorbeeld Gio. En hier Jessie Maya. En hier heb ik Ties. En hier heb ik Marije Zuurveld. Best wel veel YouTubers hebben hier wat opgeschreven. Dus dit is echt een hoesje die ik... Ja, ik draag hem niet. Want hij... dat gaat er al een beetje af als je hem echt gebruikt. Maar, dus dit is gewoon echt een herinnering. Okay, dan heb ik een hoesje die nog van mijn iPhone 5 is. Mijn vorige telefoon die ik had. En het is een Amerikaans hoesje. Ik had ook nog... Voor mijn iPhone 5 had ik deze. En dit is een roze, zo'n roze beertje. En ik vind hem echt nog steeds schattig. Alleen, ja, die past nu niet meer natuurlijk. Maar voor mijn vorige telefoon had ik echt best wel weinig hoesjes. En voor die ik nu heb heel veel. Dus dat is wel een verschil. En deze komt gewoon, ja, deze kan van bol.com of zo. Nou ja, dan heb ik een heel erg simpel hoesje. Ik weet ook niet eigenlijk waarom. Gewoon van de Action, denk ik. Oh ja, dan... Deze is echt heel groot. Dit is toch net een ijsje. Dit is gewoon net een ijsje gewoon. Ik bedoel, het ziet er ook gewoon zo lekker uit. Deze had ik een keer gekocht in de stad. Ik weet even niet meer welke winkel dat was. Maar ja, hij is echt heel erg groot. En ik weet eigenlijk ook echt niet waarom ik deze heb gekocht. Want dit is gewoon echt heel erg groot. En... Ja, dan heb ik hier nog een hoesje met een handtekening erop. Namelijk dit hoesje. En hier staat op dikke kus van Jill, van Croco Jill. Ik had dit hoesje al en deze... Ik weet even niet meer waar dit hoesje vandaan komt. Sorry dat ik van sommige hoesjes niet meer weet waar ze vandaan komen. Maar ja, ik heb dit al echt een hele lange tijd geleden dus gekocht. En ja. Maar volgens mij heb ik deze wel gewoon van een goede website gehaald. Dan heb ik een heel erg simpel hoesje weer van The Action. Ja, dit is hoe noemen ze dit ook weer? Zo'n boekhoesje volgens mij. Dan heb ik dit hoesje. En ik weet niet of jullie het heel erg goed kunnen zien. Maar het is een beetje met van die steentjesachtig. Ja, je kan het niet zo goed zien. Maar deze komt van de Kruidvat. Dan heb ik hier... En jullie zagen net al deze. En ik vond dat zo leuk toen. Toen kreeg ik een ander mobiel. En ik wou heel graag ook zo'n beeldje voor dan mijn mobiel die ik nu heb. En toen heb ik deze gekregen voor mijn verjaardag volgens mij. En deze komt ook gewoon weer van bol.com of zo. Dan heb ik weer een hoesje van The Action. En dit is But First Coffee. En... deze heb ik heel erg lang gedragen. Vorig jaar was ik ergens echt een bepaalde tijd heel erg gek van koffieteksten of zo. Een soort van truiachtig. Dit is wel een heel erg leuk hoesje. Het is echt een beetje zo'n tumblerachtig hoesje. Gewoon met zo'n mooie handschrift en zo. Dus deze. Oh jongens, dan komen we bij twee hoesjes die van deze... Hele oude mobiel zijn. Dit was mijn allereerste mobieltje. Kijk dan hoe klein. Kijk hoe klein. Vergelijk dit. Maar dit hoesje. En ik had ook weer een Amerikaanse vlaghoesje. Ik was toen helemaal gek van een Amerikaanse vlag. Dan heb ik deze ook weer van The Action. Met Hello Lovely erop. En met gouden stippen erop. Oh, dit is mijn allereerste hoesje die ik had gekocht voor... Dus mijn mobiel die ik nu heb, de iPhone 6S. En dit vond ik echt een heel tof hoesje, omdat het zo'n mooie overloop had. En dus ik had deze gekocht. Deze draag ik eigenlijk ook nooit meer, maar ja, is wel leuk. Dan heb ik een hoesje van AliExpress. En deze had ik gekregen van een groep vriendinnen van mij. En echt super cute. En dit is Winnie de Pooh. Kijk jongens. Oh, dan heb ik dit hoesje. En dit hoesje had ik samen met Pieternel, mijn beste vriendin. En zij had zeg maar de blonde versie ervan. En ik heb de bruine. Maar, en dit was zeg maar every brunette niet blond best friend. Dus kunnen wij die niet meer samen zeg maar omdoen. Omdat Pieternel, toen kreeg ze die tijd een ander mobiel. En ja, toen dan kan je natuurlijk het niet meer omdoen. Maar ik hoop dat wij...
weer eens een keer zo'n soort hoesje kunnen, ja, zeg maar, hebben samen. Maar dit hoesje is echt heel erg lastig, want ik echt, je moest dit echt met een mes gewoon eraf krijgen, omdat het gewoon zo stevig is. En dat is wel heel goed, alleen misschien iets te stevig, omdat je het echt gewoon met een mes moest doen. En zelfs soms met een mes werkt het nog niet om het eraf te krijgen. Oh, dan heb ik nog deze. En dit is met allemaal, dit is eentje met allemaal Nutella potjes. En dan heb ik Asla. En dan heb ik nog deze. En deze had ik gekregen van Marlies, ook een van mijn beste vriendinnen. En ik weet niet of jullie weten wie dit is, maar dit is Taki. En van Jip en Janneke. Dat was wat hierin zat. En dan gaan we door naar de laatste hoesjes. En dit zijn allemaal Ariana Grande hoesjes. Even dat je het weet. Allereerst heb ik deze. En dit vind ik echt een hele leuke foto. En dit vind ik echt ook heel erg leuk. En deze had ik ook gekregen met, ja, van een groep vriendinnen, zeg maar. Samen met die van Winnie de Pooh. Dan heb ik samen met Pieternel hadden wij dit hoesje besteld voor ja, het concert van Ariana Grande. Dan heb ik deze. Dan heb ik dit hoesje en hier staat gewoon haar handtekening op. En deze draag ik ook gewoon expres niet, want het is al een beetje vervaagd, zoals je kan zien. Maar ja, daarom gebruik ik hem niet. En ja, heeft hij ook gewoon echt even een speciaal plekje. Maar dit is gewoon echt haar handtekening, jongens. Ja, ik ben hier echt zo blij mee. Dan was dit de video en ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En op een belletje te klikken naast de abonneerknop, zodat je niks van mijn video's mist. En laat weten of jij veel hoesjes hebt voor jouw mobiel. Laat het weten in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd en ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Doei!